Dames en heren, wat mooi dat jullie erbij zijn bij weer zo'n nieuwe video. Mijn naam is Egbert en laatst was ik aan het scrollen op mijn telefoon. Daar kwam ik een advertentie tegen. Er zijn in mijn beleving twee soorten advertenties. Je hebt de advertenties waarvan je denkt... En je hebt de advertenties waarvan je heel duidelijk kan zien dat een oude grijze man in een net pak heel erg zijn best heeft gedaan om zo jong mogelijk over te komen. En dat had ik bij deze advertentie. Dit was een advertentie van New York Pizza en ze hadden speciaal voor Moederdag iets moois bedacht. Ze dachten namelijk, die Je Moeder video's van MTV 2 jaar geleden, die waren heel grappig. Die deden het heel goed. Dat heeft 1 miljoen views. Dat moeten wij doen. Dus wat hebben ze bedacht bij New York Pizza? Hashtag Je Moederdag. Er is een soort trend nu bezig waarbij bedrijven heel erg hun best proberen te doen om hip over te komen op social media. Van die hippe TikToks, weet je wel. Kijk ons nou jongens, wij snappen het helemaal. Ik schrok er een beetje van. Ik zag dit dus voor het eerst. Dit zijn gewoon een beetje normale New York Pizza posts. Het gebaar wat je maakt wanneer je ons deeg proeft. Hashtag ons deeg, ons geheim. Komt jullie deeg niet binnen in van die plastic bakken, zeg maar, in van die ingevroren hompies? Is dat jullie geheim? Maar toen viel het me op dat ze naast de reguliere soort van, posts, gingen ze ook opeens memes maken. Dit was denk ik tijdens de Code Roodstorm. KNMI, ga niet naar buiten. Mensen thuis, hoi, mag ik 3 pizza Hawaii? De mensen in de reacties zijn niet positief. Ik vind dat de bezorgers niet de straat op moeten. Veel te gevaarlijk. Over here, we woke up talking about ordering New York Pizza today. Zij vond het dus wel. Zij werd wakker en het eerste wat zij dacht is... pizza? Hier is er nog één. Dit is even zo, jongens. Even zo'n bean moment. Iedereen, lekker slenteren op de woonboulevard. Ik weet niet waarom het... Zegt iemand dit? Me? New York Pizza bestellen. Ik heb het idee dat jullie dus niet helemaal weten hoe een grap werkt. Dat boeide ze blijkbaar allemaal niet. Want ze dachten, nu gaan we echt scoren. Nu gaan we uitpakken. Sheesh. Hoppa. Hashtag je moederdag. En de promo's begonnen al vroeg. Binnen 1 jaar lang gratis pizza. Coming soon. Een brute hashtag je moederdag battle. Waarin Sonny, Dusty, Tessa en Shirley... elkaars moeders volledig de grond in battelen. Dus maak de vrouw die jou op de wereld heeft gezet kapot. En win... deeg en tomaat. En zo, en saus en zo. Het zit er meer op kaas. Lieve mensen, Moederdag komt er weer aan en daarom zijn Tess en ik uitgenodigd voor de New York Pizza Je Moederdag Battle. Volg New York Pizza en stuur de allerbeste, gekste je moedergrappen in. En als wij winnen door jouw grap, dan win jij 1 jaar lang gratis pizza. Dit voelt een beetje alsof ze nog heel even snel een videoboodschap op moest nemen, maar het is dan wel een betaalde campagne, zeg maar. Maar hier zegt ze wel iets nieuws, iets wat ik nog niet wist, dat blijkbaar alle grappen ingestuurd zijn door... de followers van het New York Pizza Instagram account. Als er 1 ding is wat ik heb geleerd van het hele influencer zijn... dan is het dat niemand op Instagram grappig of slim is. Dat kan ik ook bewijzen. Ik heb namelijk na de opnames van deze video deze story geplaatst. En dit zijn dus de leukste je moeder grappen die daaruit kwamen. Bij deze hebben ze dus een voorbeeld gegeven ook. Je moeder is zo dik, als ze gaat douchen moet ze door een wasstraat. Dit gaat zo balen worden. Ik zie al een paar grappen hier zo in de comments. Jouw moeder is zo sloom. Ze deed er 9 maanden over om een gratis te maken. Om een gratis te maken. Jouw moeder is zo lelijk. Ze ging een verlaten huis binnen. En ze kwam naar buiten met een sollicit. Dames en heren, ik denk dat het tijd is om te gaan kijken. Welkom bij de Je Moederdag Battle bij New York Pizza. Round 1. Fight. Shirley, jij hebt zoveel nep aan je lichaam dat ik medelijden heb met je moeder. Want als je doodgaat, word je bij het chemisch afval neergezet. Dus jouw moeder is zo dom, ze bracht een donut terug naar de bak omdat er een gat in zat. Tess, jouw moeder is zo lelijk toen de kerst had in de sport. Alsof de grappen zelf nog niet slecht genoeg waren, hebben ze daar ook nog een paar... Pauw, even erin, die pauw. Even die impact, pauw. Zo, deze komt even binnen hoor, die donut met dat gat, pauw. Jouw moeder is zo lelijk, toen de kerstman toen de schoorsteen kwam, zei hij ho, 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 holy shit. Slaapt jouw moeder naast de schoorsteen? En toen? Ging hij toen weer weg? Heeft hij alsnog een cadeautje achtergelaten? Dit is een cliffhanger. Dit is zo'n cliffhanger mop. Ik vind het heel irritant. Hij is zo dik dat ze wegenbelasting moet betalen om te lopen. En dan nu, de winnaar van de eerste ronde is Groen. Alles gaat op ons, behalve wij.
ik heb het idee dat er geen echte jury is en dat er ook geen echt publiek is. Want volgens mij was dat één shotje van drie mensen die stonden te klappen. En hebben ze al het geluid van die mensen die zitten te schreeuwen eronder geplakt daarna. Ze konden niet eens de mensen van Je Moeder regelen. Wat ze bij Original Je Moeder deden op MTV, hadden ze nog op zijn minst een groep mensen staan die allemaal ho deden. Het maakt het wel een geheel of zo. En nu is het gewoon een beetje triest. En wie is die man in het midden ook? En waarom haat hij moeders zo erg? Ik zie al, de reacties, die zijn goed. Nog nooit zo'n debiele vorm van marketing gezien. Dat wordt voortaan maar domino's bestellen dus. Wauw, wat ontzettend kut dit. Cringe heeft een nieuwe dimensie gekregen. Je moeder! Shirley, jij hebt zoveel nep aan je lichaam dat ik medelijden heb met je moeder. Want als je doodgaat, word je bij het chemisch afval neergezet. Misschien is de echte grap... Misschien is hij gelaagd, die eerste. Misschien is de echte grap dat hij dus denkt dat zij eerder doodgaat dan dat haar moeder doodgaat. Wat dus, dat is, zeg maar, als je als moeder zijn een kind op de wereld zet en lang genoeg leeft om dat kind ook weer te zien overlijden. En dat is dus waarom ik deze vorm van marketing zo geniaal vind. Wat gebeurt er in ronde 2? Ik ben zo benieuwd, jongens. Sheesh! Laat even wat moeders murderen. Eskiddy! Sonny, je moeder is zo dom, ze voedt brood aan een wc-eend. Ik heb nog nooit iemand zo nep op een grap zien reageren. Jouw moeder is zo dom, ze voert brood aan een wc in. En zie die man. Yo, jouw moeder is fucking kut. Jouw moeder die is zo goedkoop dat ze zichzelf aangeboden heeft als 100ste bedpartner van Disney. Is dat een betwijfel of wat? Jouw moeder is zo goedkoop dat ze zichzelf aangeboden heeft als 100ste bedpartner van Dusty. Dus Dusty heeft seks gehad met 100 moeders. Is Dusty goedkoop om seks mee te hebben? Is de moeder een hoer en verkoopt ze de seks? Hoe heeft New York Pizza dit gezien en gedacht, yo, dit is keiharde marketing, broer. We gaan zoveel pizza's verkopen met deze. Yo, jouw moeder is een fucking hoer. Wil je een pizza? En dan nu de winnaars van ronde nummer 2, Roos. Yo, echt super toevallig dat 1-1 is, bro. Hé, wat vet, dan kunnen we er nog één kijken. Wie denk jij dat gaat winnen? Laat het weten in de comments. En als je het goed hebt, dan win je dus blijkbaar een jaar lang gratis pizza van New York Pizza. Dan moet je niet mij lastigvallen, dan moet je het New York Pizza voor lastigvallen. Want ik ga er niet over. Maar als ze al voor hele slechte je moeder grappen gratis pizza weggeven, dan neem ik aan dat de lat dus niet heel hoog ligt. Ik ken 5 dikke mensen, je moeder is er 3 van. Ik ken 5 dikke mensen en jouw moeder is er 3 van. Ik heb slecht nieuws voor jou. Dat is niet hoe tellen werkt. Oh, ik had nog zoveel te doen vandaag eigenlijk. Wat dan? Zoals? Je moeder. Ah, ja, hoor. De grap is erop. Oh, ik had nog zoveel te doen. Vraag zoals seks hebben met jouw moeder. Yo, mijn been is in het gat waar jij uitkwam. Sjus, kom pizza's. Ah, ja, hoor. Sonny, je moeder is zo dik, ze moet haar jurk kopen bij een tentenfabriek. Oh ja, die welbekende tentenfabriek. Dat is dus de fabriek waar ze tenten maken natuurlijk. Oh, die tentenfabriek. En je moeder koopt dat dus ook jurken? Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, bij die tentenfabriek, ja. De winnaar van deze strijd is geworden... Dat was het. Ze hebben een beker te pakken. Oké. En nu is dus... wat hebben zij nu gewonnen? Ze hadden het erbij moeten zitten. Ze hadden erbij moeten zitten van wie welke grappen waren. Dan had ik kunnen zeggen... Hey, voor jou is misschien zo'n comedy cursus wel... moet je misschien even naar kijken. Maar er staat hier nog één video. En dit is soort aftermovie of zo, denk ik. Lieve mensen, dit was de New York Pizza Je Moederdag Battle. Dit is met een knipoog en humor. Wees altijd lief voor elkaar. Wij wensen alle moeders een hele fijne moederdag. Koop een pizza voor haar en koester je family. Dit was dus met een knipoog en humor. Oh. Dit is met een knipoog en humor. Dat je zei dat zeg maar je moeder langer gaat leven dan jou en dus jouw lijk bij het chemisch afval moet zijn. Dat was dus van die humor waar ik van had gehoord. Oké. Okay. Als je doodgaat, word je bij het chemisch afval neergezet. Koop pizza's is de boodschap volgens mij. Koop de pizza's. Nu weet ik dat er een paar van jullie in de comments zitten en die denken, ja maar luister, ik ben dus fel fucking grappig en ik kan een heel leuk je moeder grap maken. Dus maak er maar in de comments de leukste je moeder grap, die pin ik bovenaan de comments en daarmee win je dus de respect. Heb jij nou zelf dingen op het internet gevonden waarvan je denkt, hey,
Dat is raar. Laat het even weten in de comments. Stuur zo'n DM, stuur zo'n mail. Ik zie het allemaal. En wie weet zie je het dan terug in zo'n nieuwe Egbert Reacting. Dankjewel voor het kijken en doei.